Ja, het is weer even geleden, maar we hebben weer een unboxing op Gamersnet. Jawel, we gaan weer dingen uit dozen halen, want we hebben weer nieuwe doosjes om open te maken. Yeah. Het is een gaming product, het is namelijk de Linksys WRT32X. En dat rolt heerlijk van de tong, maar er is één ding belangrijk voor ons, en dat is dat dit een gaming router is. Jawel, je weet wel zo'n ding wat je gewoon krijgt bij de Ziggo, bij de KPN. Krijg je internet van, krijg je wifi van. Is handig om te hebben om mee te gamen, soms draadloos, soms bedraad. Als je een echte gamer bent, doe je het natuurlijk bedraad. Ik heb een mes, wat een soort van halve overkill is. Hoppatee, daar gaan we. Is hij zo open. Het is een gaming router en dat wil natuurlijk zeggen dat het zich toespitst op de gamer. En dan vraag je af, hoe kan een router nou weer een soort van gaming certified zijn? Interessant aan dit model is dat er een killer internet prioritisering ingebouwd is. Jawel, dit ding heeft zijn eigen processor, dual core, ingebouwd om te kijken welke pakketjes data gaming certified zijn, waarop ben je aan het gamen en waar staat gewoon je Netflix of je BitTorrent, whatever, download aan. Dus daarin gaat hij dan zeggen van nou, de game gaat eerst. En dat wil zeggen dat je dan schijnbaar 77% lagere ping krijgt. Dus je internetverbinding tijdens het gamen moet daarvan sneller gaan. En dat gaan we natuurlijk allemaal ontdekken op Gamersnet, maar niet voordat we dit ding uit de doos halen. En naar het schijnt is dit nogal een doosje dat je denkt van dat is wel leuk om te unboxen. Nou, ben ik het helemaal mee eens. Die belofte is in ieder geval waar, want ik vind dit best wel mooi gedaan om zo uit te pakken. Dit is de router en je ziet al, weet je, het is niet zwart met rood. Dus in die zin is het misschien iets minder gaming certified, gezien dat natuurlijk de kleuren zijn van gamers. Sterk, alles moet zwart met rood zijn. Valt hier mee, maar je ziet wel dat hij een beetje, hij heeft wel opvallende vormen. Niet al te zwaar, niet al te licht. Poorten aan de achterkant. Dit is eigenlijk je basic router layout natuurlijk. Aantal poorten, je kunt iets van een USB-apparaat erop aansluiten, externe harde schijf en dergelijke. Wat dat betreft is het nog allemaal vrij basic, maar het wordt straks een heel stuk gevaarlijker, zou je kunnen zeggen. Wat we natuurlijk bij krijgen is een quick start guide. Dat is wel zo handig dat we een beetje weten hoe en wat. En natuurlijk maar liefst 4 antennes die hier mooi verpakt zitten. En ja, natuurlijk, die gaan we dan ook aansluiten. Want met die antennes krijg je weer een groter wifi bereik. Nou, dat kennen we inmiddels wel. Als je ook zo'n moederbord hebt met een wifi kaart erop, dan zul je zien van, hey, dat ken ik. Die draaien gewoon zo op. Je zet ze recht en vervolgens vergroot je wifi bereik. Dat zijn maar liefst 4 stuks. We hebben een tijdje terug op Gamersnet natuurlijk ook een Asus router gehad. Die had 8 antennes. Dan denk je van lichte overkill, had je wifi-bereik van een halve kilometer van. Kan gebeuren. Ik zou denken, volgens mij wordt je brein dan helemaal gewoon kapot gestraald als een soort magnetron. Maar goed, het is maar net wat je wil. Ik vond 4 al aardig wat. Dat doet Linksys dus hier ook mooi. Dan ben ik benieuwd of we hem zo nog even aan kunnen sluiten, dat we ook met lampjes kunnen zien. Helaas niet rood, want dat doen ze dus niet aan. Maar wel blauwe lampjes om mooi te laten zien van waar zo al de verbinding gaande is. Wat we dan nog verder bij krijgen is, nou ja, een mooie foam ding om hem eventueel mee te kunnen plaatsen. Lomp accublok, als je het mij vraagt. De meeste routers zullen een kleine accublok hebben, maar goed, dan kun je hem zo aansluiten. Super netjes. 12 volt, here we go. En natuurlijk een internetkabel is wel zo handig dat je die er eentje bij krijgt. En natuurlijk, hoe kon het ook anders? Wie heeft er nog een optische drive in zijn computer hangen? Het is een quick start guide op de documentation CD-DVD-ROM. Ik heb al 12 jaar geen optische drive meer. Maar goed, het is leuk dat ze die erbij leveren. En dat was het dan wel zo'n beetje met wat er allemaal in zit. En dit is hem dan, de Linksys WRT32X. Is het een gaming router naam waard? Is het dat? Gaan we er inderdaad sneller van gamen? We gaan het ontdekken, maar dat zie je uiteraard in een geschreven review. En in Gamersnet Gear, elke dinsdag op gamersnet.nl. En natuurlijk ook te vinden op YouTube. En dan kom je allerlei dingen te weten over dingen die gericht zijn op de gamer, maar niet per se games zijn. Dus tech, gear, gadgets, hardware, allerlei andere gekke dingen. Dat wordt allemaal behandeld binnenkort. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze unboxing. Heb je specifieke vragen over dit model? Laat het weten. Ik ga kijken of we die kunnen beantwoorden. Dan wel met een reactie of gewoon in de geschreven review of Gamersnet Gear. Dat was het voor deze keer. Ik was Tom. Tot snel. Laat eens weten. Gaming routers. Ik voel skepsis aankomen. Ik denk dat heel veel mensen gaan zeggen, ja,